Dubbel Duurzaam is een project van de gemeente Sittard-Geleemd, de Natuur- en Milieufederatie Limburg en de Huiszorg. Wat houdt het Dubbel Duurzaam project in? Het is een project waarin we proberen aan de ene kant mensen te adviseren over hoe ze energie in hun woning zouden kunnen besparen, maar ook hun woning toekomstgericht, toekomstbestendig te maken. Want mensen worden ouder en de woningen zijn er altijd, niet altijd op ingericht. Dus soms is een advies op zijn plaats om te kijken welke maatregelen zou je kunnen nemen om te zeggen, hier kan ik ook nog wonen als ik misschien wat minder mobiel ben. Ja, Corinne, zometeen geeft de energiecoach het hoes nog kijken naar alles wat er kind verbeterd werd. Wat verwacht ze er zelf van? Ik ben heel erg benieuwd. Ik denk dat een aantal dingen wel al weten. We hebben bijvoorbeeld op zolder geen isolatie, dus we weten dat het dak geïsoleerd moet worden. Maar ja, ik ben benieuwd of er nog meer dingen naar voren komen waar we ook nog gaat aan kunnen doen om energie te besparen. Dus ja, we laten ons verrassen. Wie lang woont je hier al? Gaat meer dan 2 jaar. En je hebt nog nooit de energiebeperkende maatregelen doorgevoerd? Nee, toen we het huis gekocht hebben, toen waren we wel al overal dubbele beglazing. Maar verder hebben we eigenlijk niet echt aandacht ervoor gehad nog. Dus het is een mooie kans nu. En als werk uitgevoerd moet worden, werkt het ook nog eens in het voordeel van de firma's hier in de gemeente Sittard-Geleemd? Ja, we willen in principe werken met lokale ondernemers, maar ook met de kleine maatregelen beginnen we met mensen die hier wonen en leven. En we hebben daar een project van kunnen maken met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, die gewoon weer gereactiveerd kunnen worden door die kleine maatregelen aan te brengen. Dan nemen wij de arbeidskosten voor onze rekening, de materiaalkosten blijven dan voor de bewoner. Maar de grotere ingrepen waar inderdaad ook, laten we zeggen, professioneel werk verricht moet worden als het je hebt over wel of niet een hoogrendementsketel aanbrengen, spouwmuurisolatie, glasisolatie, daar zul je van begrijpen. Ja, daar komt gewoon een regulier bedrijf en daar betaal je natuurlijk ook een normale prijs voor, maar wel een die op basis van concurrentie tot stand is gekomen. Want die prijzen worden wat dat betreft ook wel beoordeeld door de mensen die in het project actief zijn, is hier gewoon een marktconforme prijs. En wat zijn de verwachtingen voor dit project? Nou, we zijn nu in de opstart. De eerste scans worden gerealiseerd. Dat leidt ook tot natuurlijk de eerste opdrachten aan bedrijven. En we zullen heel precies volgen hoe zich dat verder ontwikkelt. En of je een project nog moet bijsturen, ja of nee. Maar als we eenmaal goed op dreef zijn, dan is het nadrukkelijk de bedoeling om het als het ware ook op te schalen. En zoveel mogelijk bewoners de kans te bieden hierop in te tekenen. De energiecoach, vrijwilliger, maar wel gedreven. Inderdaad, dit is precies passend in datgene wat ik in mijn werkzaam leven gedaan heb. Dus ik vind het heerlijk om te doen. Mooi om mensen te adviseren om inderdaad iets aan energie te doen. Niet alleen voor de beurs, maar ik noem er ook eigenlijk altijd wat bij, ook voor ons milieu. En nu hebben we ook gezien dat het koninklijke gemeten wordt. Wat was daar eigenlijk de bedoeling van? Nou, ik wil de mensen erop wijzen dat ze eigenlijk moeten denken aan een goede ventilatie in huis. En vooral bewoningen voor 1970 hebben dat nauwelijks. Die zijn helemaal uitgerust op een natuurlijke luchtstroom. En dat is onvoldoende in de huizen gebleken. Dus wil ze het binnenklimaat aangenaam houden en ook gezond, moet ze eigenlijk mechanisch ventileren. Dus omdat veel met zoveel mensen hier binnen stonden, vond ik het wel aardig om te laten zien. Dit zit fout. Dus ik houd even de CO2-meter aan. Wat zijn uw conclusies voor deze woning? Nou, dit is heel dankbaar werk, mogen zeggen in deze woning. Dus ik kan hier volop adviseren om energie te besparen. Dat is van boven tot beneden te zien. Het zijn jonge mensen die ook nog wel wat jaren willen blijven wonen. Dus het is heel mooi om deze mensen een goed advies te geven om energie te besparen. En door met het milieu, hun beurs en hun levensplezier in deze woning. Hoe zijn jullie ertoe gekomen om dit te laten doen? We hebben een brief gekregen van de gemeente dat er een avond zou zijn waarbij we meer informatie zouden krijgen over dit project. We weten al dat we wat meer moeten doen met energie om dat te besparen. Maar goed, ik ben zuinig, dus als er ergens een reden is om geld te besparen, dan ga ik er graag naartoe. En daar hebben we een avond meegekeken met de wethouder, die had wat informatie gegeven en het klonk ons interessant genoeg om erop in te gaan. Toen kwam ook de zorg daar ter sprake en het bleek dat er best wel veel oudere mensen aanwezig waren. Jullie zijn eigenlijk de enige jonge mensen. Van de mensen die daar aanwezig waren wij, ik denk, de enige onder de 60.
Dus vandaar waarschijnlijk dat wij ook dus nu hier zijn om, om het hier te laten plaatsvinden. Ik vind het heel verrassend, want ik denk juist dat als je jonger bent en je koopt een huis, dan juist in die beginfase moet je iets doen om dat geld te besparen, om je kosten lager te houden. Dus ja, ik ben heel verrast dat er eigenlijk zo weinig mensen aanwezig waren. Ja, nu zijn dat allemaal vrijwilligers die energiecoachen. Wat vind je daar dan van? Ja, ik vind het een heel mooi concept, want voor mijn gevoel zijn het veel mensen die een vrij hoge leeftijd bereikt hebben, dus waarschijnlijk niet meer of bij heel veel plekken aan de slag zouden kunnen gaan. En die komen op deze manier kunnen ze een hele mooie, nuttige bijdrage leveren aan de gemeente. En er zijn vaak mensen met heel veel ervaring, dus die hebben genoeg kennis in huis om te kijken naar waar je nog op zou kunnen besparen. En ook het klusteam, dat zijn allemaal jongens of jongeren in ieder geval uit de wijk, uit het dorp, uit de stad, die uiteindelijk aan de slag gaan bij ons. Dus ik vind het een heel mooi concept dat je dus de mensen vanuit je stad gaat gebruiken om de mensen in je stad te voorzien van klussen eigenlijk. En het mooie is ook dat de kleine dingen gewoon alleen tegen kostprijs gemaakt worden, zonder arbeidskosten. Ja, dat is het weer, het zuinige Hollanderschap. Hè. Daar ben ik helemaal voor. Dat is één van de redenen waarom we het onder andere gedaan hebben. Het zijn klusjes die je zelf in theorie ook kan, maar waar je gewoon niet aan toekomt of waarbij je het toch niet doet uiteindelijk. Ja, nu komt er gewoon een team van mensen die daar gewoon gespecialiseerd in zijn. Die komen dat voor je uitvoeren. Gratis of inderdaad, materiaalkosten. Zijn woontje dan zelf betalen, maar de rest wordt gewoon gratis gedaan voor je. Dat zijn hele mooie dingen, vind ik. En je gaat zelf nog lang door met dit werk als energiecoach? Als mij de gezondheid gegeven is, dan wil ik nog wel even verder gewoon, joh. Ja. Wat is echt het allerleukste aan dit werk, als ik het werk mag nemen? Dat is het adviseren. Gewoon het constateren en de mensen op onvoorkomenheden wezen en zeggen van ik zou dit zo doen. Je kent al dit met verdienen en je kent al met het leefvermogen in je eigen woning veel verbeteren. Dat vind ik het allerleukste om te doen. Zijn er nog meer energiecoaches nodig? Nou, nodig waarschijnlijk wel, omdat we natuurlijk niet helemaal volop van start gegaan zijn. Het is begonnen in Buchten, dan ook in Holtum in de beurt. En afhankelijk van deze twee reacties, hoe deze twee dorpen moet ik zeggen, zullen we opschalen. En dan is het best mogelijk dat we meer energiecoaches nodig zijn. Nu zijn we met z'n vieren die het gaan doen, maar mocht het zo'n vlucht gaan nemen, dan zullen zeker meer coaches worden opgeleid om dit werk te gaan doen.